Het is vandaag 23 maart 2016 en wij staan in Hilversum. We staan nu buiten en het begint te regenen, maar dat is totaal niet erg, want wij gaan naar binnen in de Intratuin. Want hier vindt vanavond het lente-event plaats en ik ga met de bezoekers hier een quiz spelen. En ik ga die bezoekers eens testen wat ze weten van planten en bloemen. Er wordt van alles gedaan en misschien mag ik ook nog wel eens wat gaan omroepen. Je moet je vinger op dit witte knopje houden. En daarop gedrukt houden? Ja, anders dan valt hij uit. Oké. Okay. Ja? Ja. Nou, mijn omroepdebuut gaat nu beginnen. Ik mag gewoon gaan omroepen dat er gewoon een quiz wordt gespeeld. Dus als dat maar goed gaat. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het lente-event 2016. Er zijn verschillende dingen te doen. Bij de ingang kunt u een lekker hapje en een drankje krijgen. U kunt gratis tuinadvies krijgen. Wanneer u afrekent bij de kassa, krijgt u gratis toegang tot de tuin van Appeltern. Maar vergeet niet het allerleukste te doen vanavond. En dat is om met mij de lentequiz te gaan spelen, net voor het tuincafé. En misschien gaat u wel met een leuke hoofdprijs naar huis. Nou, ik denk dat iedereen het wel gehoord heeft nu. Dank u. Alsof dit altijd wordt gedaan. Alsof ik het altijd al gedaan heb. Nou, dankjewel. Nou, zoals ik al zei, kunnen de kandidaten, de bezoekers, die kunnen verschillende soorten prijzen winnen. Even kijken, hier hebben we de voorbeelden. Dit ziet er wel heel erg gaaf uit trouwens. Er staat nog zelf wat opgeschreven op de hoofdprijs. Dancing by Nature. Nou, wauw. De hoofdprijs dus. En voor alle kandidaten die helaas uitschakelen in de rondes, die krijgen aan het einde een leuk plantje. Nou, hoe leuk is dit? Ga je gewoon eventjes naar Intratuin en dan win je misschien een grote hoofdprijs. Ik heb er super veel zin in. Laat maar komen. In welke periode bloeit de viool? Is dat A, voorjaar? Of is dat B, het najaar? Allebei hoor ik hier. Het is A of B, mevrouw. Het is A, voorjaar, of B, het najaar. Jullie denken allebei het voorjaar? Ik denk het najaar, het is inderdaad allebei goed. Ja, u bent, voor u meneer, u komt net aan, u bent bij de leukste intratuin van Nederland. Weet u waarom? Omdat hier de lentepis gespeeld wordt en dat u met gigantische prijzen naar huis komen. We kunnen helemaal niks van bloemen, dus dan kan... U weet niks van bloemen, ik ook niet, maar blijf gewoon lekker staan, dat is hartstikke leuk. Maar komt u er net bij, mevrouw? Oh, u was al bezig, oké. Okay. Oké. Maar u kiest voor A of B? A. Mevrouw, dan ligt u er nu toch echt helaas wel uit. Oh. Voordat ik het antwoord geef, gaan we even een leuk muziekje opzetten. Vind ik wel leuk. De vraag was, hoeveel stekels heeft een egel? Is dat A? Nee, dat mag niet meer geruild worden. Is dat A, 3000 tot 4000? Of is dat B, wat Michael denkt, 7000 tot 8000? Michael, wel risico hè, wat je neemt, hè? Ja, maar dat blijft een succes, dus je moet eentje moet ergens uitstappen. Als je eruit bent, heb je geen hoofdprijs meer, hè? En je was zo dichtbij. Je was zo dichtbij dan. Maar misschien liggen jullie er wel uit. En heeft Michael het goed en gaat hij met de hoofdprijs mee naar huis. Het antwoord op de vraag hoeveel stekels heeft een egel, 3000 tot 4000 of 7000 tot 8000. Michael, jij gaat met de hoofdprijs naar huis, het is 7000 tot 8000 stekels. Alleen dit, hè? U doet nu al zo makkelijk mee in een vraag en dan wilt u ook nog uitzoeken. Voor haar eigenlijk. Toch? Kijkt u eens. Nee hoor, het is allemaal de zee. Nee, maar deze ook leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Hey, fijne avond nog. Jij ook. Doeg. Nou, misschien wil die ook wel meedoen. Doe je mee? De prijzen zijn op. En dat wil zeggen dat dit het einde is van de lentequiz, lente-event 2016 hier bij Intratuin Hilversum. En na
ik wil gewoon zeggen dat er is ontzettend veel kennis onder de bezoekers. Echt, dat heb ik versteld gestaan. We hebben geproefd, we hebben geroken. De kennis is gewoon helemaal getest. En ik mag hopelijk zeggen, tot volgend jaar. En wie weet, een lente-event, lentequiz 2017, weer hier in Intratuin Hilversum.